Goeiedag meneer De Wet. We hebben u uitgenodigd om eens te verklaren hoe het komt dat er geen vervolging van strafbare feiten plaatsvindt en dat tot op het hoogste niveau van het rechtssysteem strafbare feiten worden opgelegd in plaats van vervolgd. Kunt u daar iets op toelichten? Ja, de oorzaak ligt hierin dat sinds de Tweede Wereldoorlog ontbreekt horizontale en verticale controle op het ambtelijk functioneren van de rechterlijke macht. Ja. En dat is bijzonder ernstig, want dat betekent in feite dat er een journalistiek politiek embargo is, wat inhoudt dat daar niet over gesproken mag worden. Door wie en dat betekent dat dus de Tweede Kamerleden, dat zijn de eindverantwoordelijken hiervoor, die hebben afgesproken, die nemen deel aan het politiek embargo. Ja. Er worden geen vragen gesteld, dat betekent dat de Tweede Kamerleden de minister van Justitie niet controleert. Niet doeltreffend controleert. Okay. Dat betekent dat de minister van Justitie op zijn beurt het college van procureur-generaals niet controleert. Het college van procureur-generaals controleert de advocaat-generaal niet. De advocaat-generaal controleert de officier van Justitie niet. En zo verloedert het hele systeem van boven naar beneden. Vandaar ook het gezegde, het Russisch gezegde, het verrottingsproces begint aan de kop van de vis. Okay. En dat is gewoon ook het geval. Goed. Wat je ziet gebeuren, dat opzettelijk gerechtelijke dwalingen worden uitgesproken, veelvuldig. Je ziet dat strafbare feiten niet worden vervolgd waar ze wel moeten worden vervolgd. Ik geef daar voorbeelden van. Bijvoorbeeld meester Van Delden, A.H. Van Delden, die heeft gemotiveerd dat het leggen van beslag, uit het leggen van beslag blijkt dat het rechtmatig moet worden geacht. Nou, deze motivering is zo strijdig met de juridische kennis en ervaring waarover hij beschikt, dat hier sprake is van opzettelijk uitspreken van gerechtelijke dwaling. Daar hoeft hier niet aan te twijfelen. Het is zo dat volgens de stelling van de wet, die heb ik speciaal ontwikkeld, en die luidt dat, dat men minder begaafde binnen geleden van de rechterlijke macht, en dan heb ik dus over ambtelijk gecorrumpeerden, die herkent men volstrekt feilloos aan de wijze waarop zij functioneren en motiveren, omdat daarin ligt opgesloten het wettig overtuigend bewijs van hun ambtelijk corrupt zijn. Ja. En nou, als dus deze stelling is gebaseerd op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, waarin wordt bepaald dat beroepshalve gemaakte fouten zwaarder wegen vanwege opleiding en ervaring. Dat betekent in de praktijk dat een rechter nooit op juridisch onvolwaardig niveau mag functioneren. Doet hij dat wel, dan handelt hij bewust de kwade trouw. Zo makkelijk zijn deze mensen te traceren aan de hand van hun eigen motiveringen en ambtelijk functioneren. Van Delden die heeft opzettelijk gerechtelijke dwaling uitgesproken. Dat moest worden gecorrigeerd door het gerechtshof. Van Delden was corrupt omdat hij wist dat het betrof een beslag voor ontslagen in proeftijd, artikel 16 van het NBW. Dat wist Van Delden. Ja. Hij wist ook dat het beslag was gelegd uit de formele documenten, bleek dat, zonder van waardeverklaring. Dus hij wist dat het beslag onrechtmatig was. Alleen, hij wilde dus die onrechtmatigheid niet uitspreken. Hij bleek ernstig te zijn gecorrumpeerd. Dat moest worden gecorrigeerd bij het gerechtshof. Het gerechtshof heeft het ook vernietigd, maar dat moet je niet vergeten. Voordat het weer gecorrigeerd wordt, dan moet je jarenlang procederen. Van Delden gaat gewoon over tot de orde van de dag. Maar de benadeelde die moet jarenlang verder procederen om te zorgen dat het hof de rotzooi opruimt die hij veroorzaakt heeft. Het gerechtshof heeft in dit geval inderdaad gecorrigeerd. Hij heeft kenbaar gemaakt dat dus alle schade diende te worden vergoed, omdat opzettelijk onduidelijk beslag werd gelegd met voorbedachte raden in koele bloeden. Dan denk je dat je daar bent, maar zo werkt dat niet. Want de uitspraak luidt, alle schade moet worden vergoed, maar nader op te maken bestaat en te vereffenen volgens de wet. En dat houdt in dat een schadestaatprocedure moet komen. In die schadeprocedure komen een vijftal bombestuurders en die komen allemaal meeneem plegen, bij elkaar 68 keer. Met medeweten van het Openbaar Ministerie. En medeweten van het gerechtshof. En dat is natuurlijk bijzonder ernstig. Ik heb daartegen een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie seponeert in dat geval. Dan komen die beruchte artikel 12 procedures aan de orde. Er zijn er drie geweest. In één en dezelfde zaak heeft het Openbaar Ministerie drie bevelen gekregen. Drie bevelen waarin staat beveelt de officier van justitie over te gaan tot strafrechtelijk vervolg van meeneemt. En is nooit één bevel opgevolgd. En waarom niet? De officier van justitie heeft het verwoord, meester Asscher, en die zegt, ik kan niet vervolgen. Ik kan die bevelen niet opvolgen. Want als ik dat zou doen,
er zou kunnen blijken dat de verzachtende omstandigheden aanwezig zijn voor de verdachte. En dat zou zodanig het vertrouwen wat de burger zou moeten kunnen hebben in het rechtssysteem ondermijnen, dat het algemeen belang vereist, dat wordt geseponeerd. En met dit argument heeft de officier van justitie geweigerd om die bevelen te volgen. Hij maakt kenbaar daarbij dat hij van mening is dat dus het gerechtshof zelf die mijn enige verklaring heeft uitgelokt. Is daar bewijs van? Daar is bewijs van. Er is een arrest van 4 januari 1978. Ja. En daaruit blijkt een arrest te zijn waar inderdaad het gerechtshof zich bezondigt aan het feit dat ze mij net bewust lieten plegen en dat ook hebben uitgelokt. Ze hebben dus in jouw geval een aantal keren bewust een bevel tot vervolging opgelegd, zo heet dat toch? Dat is geseponeerd, ten onrechte geseponeerd. En met name tot aan artikel 12 aan toe? De artikel 12 procedures, die uitspraken, die treden onmiddellijk in kracht van gewijzigde. En dat betekent dat ze door het Openbaar Ministerie ook ten spoedigste dienen te worden opgevolgd. Er zijn 3 bevelen geweest in 1 in dezelfde zaak en het Openbaar Ministerie bleef gewoon weigeren om die bevelen op te volgen. Dat betekent wel dat de scheiding der machten doorbroken is. Dus niet de rechterlijke macht heeft het voor het zeggen, het Openbaar Ministerie, de gewapende macht, heeft het in Nederland voor het zeggen. Er is nog een aspect. We hebben dus kort geleden een brief gehad van een minister die dus gewoon zegt van tot aan de artikel 12 procedure moeten sommige zaken niet worden vervolgd. Met name wanneer fraude wordt geconstateerd bij onder andere in die brief curatoren. Ja. En dat is bij faillissementen. Ja. Maar in uw zaak is de zaak tot op het hoogste instantie is dat afgedekt. Onder andere met minister Donner, heb ik begrepen. Ja, het is zo dat op een gegeven moment die bevelen moesten worden opgevolgd. Het is een hele ernstige zaak natuurlijk wanneer die niet worden opgevolgd. Dat mogen duidelijk zijn. En dat beseft Donner ook. En de hoogste juridische autoriteit op dat moment, Donner en de Wijkersloot, procureur-generaal de Wijkersloot, die hebben toen besloten om dus dat feitelijk gegeven te verduisteren. En die kwamen dan aan met het Indianenverhaal dat niet meer viel te achterhalen in de archieven van het Openbaar Ministerie en of de registratiesysteem van het Openbaar Ministerie of überhaupt die bevelen wel werden gegeven. En ik heb toevallig goede contacten met meester Asselofficier van Justitie. Ik ging nog wel eens in de stad even een wijntje met hem drinken, of bij Pons van Kleef of bij Scheltema, en dan namen we zo dat hele rechtssysteem een beetje door. Maar die vertelde ik dat, en die zegt, de wet laat je nou niet in de luren liggen, want dat is pure onzin. Zij kunnen, als zij dat willen, zelfs binnen 10 minuten, een kwartier, op de computer exact vinden of die bevelen wel werden gegeven, of niet. Of werden opgevolgd of niet. En dat heb ik aangevoerd bij het Nationaal Ombudsman. En daar heeft Donner op kenbaar gemaakt dat hij niet meer wenste te reageren. Ja, maar later reageerde hij wel. Ja, ik heb daar akte van gevraagd, want Donner vertegenwoordigt de overheid. En als de overheid dat zegt, dan moeten ze het nakomen. Ze kunnen niet zomaar op hun toezeggingen terugkomen, want dat is juridisch een doodzonde. Maar Donner dacht er toch anders over. Ik kreeg bericht van de Nationaal Ombudsman. En die liet mij weten dat hij voldoende informatie had om een beslissing te kunnen nemen. En wat blijkt dan? Ik geloof dat ik die brief hier heb. Even kijken. Ja, ik heb hem hier. De Nationale Ombudsman beschikt nu over voldoende gegevens om over te gaan tot het opstellen van het verslag en bevindingen. De minister heeft kenbaar gemaakt dat hij geen aanleiding ziet van de door u verstrekte informatie die 2003 heeft aangegeven. Hij wil niet aanvullend reageren. Nou, maar hij doet het toch. Dus. Laat het maar zien. Laat het maar zien, die brief. Oké. Okay. En nou die brief van meneer Donner. Hij doet het toch en komt op een gegeven moment met de, nadat de ombudsman gezegd dat hij voldoende informatie had om te kunnen een beslissing te kunnen nemen, meldde zich Donner toch weer en komt met het Indianenverhaal dat de zeer intensieve zoektochten in de archieven van het Openbaar Ministerie zouden zijn voortgezet en daarbij zouden dus documenten zijn gevonden die rechtvaardigden dat hij op zijn eerdere beslissing om niet te zullen reageren terug mocht komen. Goed. Dat is een mooie truc. Die nieuwe documenten waar hij het over heeft, dat bleken gewoon oude documenten te zijn. Dat bleken namelijk de documenten te zijn waaruit onmiskenbaar blijkt dat die bevelen van het gerechtshof niet werden opgevolgd. Dat die bevelen werden gegeven. 3 bevelen in 1 en dezelfde tijd, zaak, en die werden niet opgevolgd door het Openbaar Ministerie. En, even kijken.
Hierbij bekent hij, dit is een volledige bekentenis van Donner. Ik weet niet of je het kunt zien. Dit is hoge minister van Justitie, namens de secretaris-generaal, Donner. Die heeft zelf ondertekend. Hierbij erkent Donner dat de bevelen inderdaad niet werden opgevolgd. Oké. Okay. Hij geeft daarbij te kennen dat, ik zal het hier voorlezen. Voordat de officier had kunnen besluiten de zaak te seponeren, had het gerechtshof hierin moeten bewilligen. Uit het dossier bleek dat zulks niet is gebeurd. Dus die bevelen werden onrechtmatig opgelegd door het Openbaar Ministerie. Een volledige bekentenis van Donner. En dat is gewoon rechtsweigering? Zegt u? Rechtsweigering? Rechtsweigering. Dit is gewoon een puur ambtelijke corruptie. Klaar. Door veel geen misverstand over te laten bestaan. Dit is zuiver ambtelijke corruptie. Goed. Heb ik nog één vraag aan u? Want dat gaat hem uitsluitend om het alsmaar opleggen van voor de overheid schadelijke procedures, want daar praat je over. Ja. Zodat dus in de hele artikel 12 procedure, waar veel mensen hun recht nog alsnog proberen te halen, ja, dat die mensen met een artikel 12 procedure toch een bos in worden gestuurd. Want hoe vaak slaagt zo'n artikel 12 procedure? Die kans is zeer gering. Ik denk dat het hooguit 1 tot 1,5% is. Oké. Okay. Maximaal. Dus en als dan die bevelen er komen, dan is er nog geen enkele garantie dat die ook worden opgevolgd. Dat is hieruit wel gebleken. Ja, dat hebben we ook gezien met Jonker Reglin. Die had een schadevergoeding toegekend gekregen van 3 miljoen. En dan laat dus de landsadvocaat het 15 jaar liggen. Ja. Ja. En dan zegt hij, en nou mag je dus voor 10% van het bedrag mag je slikken of stikken. Ja, en de beroep is zich nog verjaring ook. In die zaak die ze zelf zo lang mogelijk slepen houden. Ja, gewoon doen. Ja. De tijd. Kijk, de overheid heeft alle tijd. En de burger niet. Ja, precies. En de burger die moet leven en die moet eten. Ja. En die heeft het recht gewoon elke dag nodig. Vandaag. Ja. En niet over 20 jaar. Ja, ja. Hoe lang ben jij al bezig met de procedure uiteindelijk? Deze procedure die is gaan lopen vanaf 1978. Dat is ruim 36 jaar. Ja. En je hebt die recht nog steeds niet gekregen? Nee, dat krijg je ook niet. Want het systeem wordt helemaal afgedekt, met name door het juridisch-politiek embargo. Ja. Het is zo dat in Nederland zakt het systeem daardoor zodanig weg dat op elke rechtbank, elk gerechtshof en zelfs tot in de Hoge Raad toe lopen wel een tiental rechters of raadsheren die bereid zijn om gerechtelijke dwaling uit te spreken. Zo ernstig is op dit moment de situatie. Nou, dat past ook perfect bij de brief die we dus onlangs te pakken hebben gekregen van een klokkenluider. Waarbij dus de instructie van de minister van Justitie aangeeft dat fraude van een curator of een rechtercommissaris nooit juridisch vervolgd mag worden door het Openbaar Ministerie. Mm. En ook dat zelfs bij een artikel 12 procedure die de burger eigenlijk het bos in moet worden gestuurd. Vandaar ook dat slechte resultaat van die artikel 12 procedures van 1,5%. Dat is belachelijk. Statistisch kan dat helemaal niet. Maar ja, bij de Raad van State is hetzelfde het geval. Ook daar is de kans op de behoorlijke rechtspleging nauwelijks aanwezig. En met name professor Tak van de Maastrichtse school, die heeft zich daar zo aan geërgerd dat hij zich heeft afgevraagd of hij nog wel deel wilde uitmaken van dit systeem. En dat wil hij niet meer en is daarom afgetreden. Hij zegt, de staat in Nederland kan zich onder deze omstandigheden geen rechtsstaat meer noemen. En ik ben het daar volstrekt mee eens. Okay. Het procederen is op dit moment Russische roulette. Goed. Daar kun je rustig van uitgaan. Nou, in ieder geval is er dus nu een brief van een van de beschadigde personen naar de Hoge Raad toegestuurd. Mm. En naar alle fractievoorzitters van alle partijen van de Eerste en de Tweede Kamer. En die brief was gericht vanuit meneer Poot. Dat is dus de eigenaar van Chips Hall. Ja. En dat is een heel gigantisch conflict met de overheid en met Schiphol. Ja. En met kwalijke rechtspraak rond onder andere die twee rechters die een beetje de boel... Kalfvlees en hoe heet die andere? Kalfvlees en... ik ben de naam even kwijt. Ja, ik ook. Maar goed, in ieder geval die heeft nog wel de rechtsbijstand gekregen ook. Ja, Westenberg en Kalfvlees. Ja. In ieder geval, die heeft Prodeo rechtsbestand gekregen, Westenberg. Nee, hij heeft zelfs nog 75.000 euro meegekregen. Nou, kijk eens aan. Ja. Van de Hoge Raad, tenminste van de Raad van de Rechtspraak. Ja. Nou, die Raad van de Rechtspraak, ik weet niet wat voor raad dat is, maar ze zijn in ieder geval niet bezig met rechtspraak. Nee, dat ben ik mee eens. Ja. Okay.
Mag ik je bedanken voor de toelichting? Ja, zeker, mag dat. Graag gedaan. Ja. We doen ons best. Goed, prima.